is zeker niet geweldig. Maar toppers, zeker in de beker, die moet je vooral winnen. Dan moet je door. En dat is Feyenoord gelukt. Voor het eerst in bijna een jaar tijd verliest PSV van een Nederlandse club. En na het eerste puntenverlies in de Eredivisie volgt snel daarna dus de uitschakeling in de beker voor de koploper. Met de felicitaties voor de matchwinner en de trainer van de tegenstander. Feyenoord mag blijven dromen van weer een beker. Til had de beste kansen voor PSV. Dat na rust amper iets af heeft weten te dwingen. Maar Feyenoord gevaarlijk werd uit standaard situaties. Feyenoord AZ in de kwartfinale dus. En er zal een reactie van zijn ploeg moeten komen tegen Almere City. Daarna Ajax, er wacht een dubbele ontmoeting met Dortmund. Het is een geweldig en prachtig seizoen voor PSV, dat nog steeds met afstand koploper is in de Eredivisie. Maar de beker gaan ze niet meer winnen. Feyenoord bekert verder door de 1-0-7, door het doelpunt van Tim. En zo gaat Feyenoord over twee weken spelen tegen AZ in de kwartfinale van de Toto KNVB-beker. Morgen speelt de Hercules nog tegen Cambuur en PSV kan zich gaan richten op de Eredivisie en natuurlijk de Champions League. Kenneth, mag Feyenoord van geluk spreken gezien de arbitrage vandaag? In dramatische beslissing van eerst Higler. Oké, dat is Higler. En dan heb je een vorm.